Halleluja. We hebben het al een hele tijd gehad over Ecclesia. Ecclesia, Ecclesia. En vandaag gaan we nog steeds verder met Ecclesia. Geweldig woord, amen. Zullen we allemaal even opstaan? Ik wil je vragen om allemaal samen met mij even te gaan staan. Vader in de hemel, Heer, ik wil u danken, Vader, voor dit moment, Heer. Ik wil u danken voor uw woord, Heer. Vader, wij zijn hier, Vader, en we willen aandachtig luisteren naar alles wat u ons te vertellen heeft, Heer. Alles wat u ons wilt mededelen, Heer. Vader, alles wat u wilt doen, Vader, Heer, in het leven van ons. Heer, Vader, Heer, zegen deze dienst, Heer. En zegen deze dag, in Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, voordat u gaat zitten, voordat u gaat zitten, wil ik toch eventjes dat u naar even drie mensen gaat die u misschien nog niet heeft gezien. Geef ze even een hand en heet ze van harte welkom hier in deze plaats. Ga even rond, stap uw stoelen uit. Loop even op mensen af die je nog niet heeft gezien. Zeg van harte welkom hier in deze plaats. Halleluja, halleluja. U mag weer plaatsnemen. Neem plaats. Gaat u zitten. Ja, zoals ik zojuist heb gezegd, we zitten nou echt, de laatste periode zijn we nou echt bezig met de Ecclesia. En de Ecclesia is de kerk. En vanuit vroeger nog leerden wij ook hoe het Romeinse Rijk eigenlijk ook te werk ging. En dat mogen wij zien. Dat hoe dat weer spiegelt naar het Koninkrijk van de hemelen. En Jezus vertelt ons veel over hoe dat hij zijn kerk wil hebben, hoe dat hij zijn kerk ziet. En vandaag ook weer staan wij na deze hele serie van Ecclesia, willen wij ook bewegen juist in die kracht en ook samen staan met de Ecclesia. Amen? Amen. Wie is er hier enthousiast over de Ecclesia? Ja, ik zie veel handen. Halleluja. Halleluja. Jullie weten wat Ecclesia betekent, amen? Ik heb het al een paar keer gehoord en broer Ronnie heeft continu weer gezegd. Ecclesia, wat betekent dat? De kerk. Halleluja. Amen. De kerk. Juist. Halleluja. Oké, goed. Weet u, voor vandaag heb ik een verhaal uit Marcus 5. En ik wou daar even bij stilstaan. En juist om te kijken hoe Jezus eigenlijk verschillende dingen doet. Wat Jezus doet. En hoe Jezus dan eigenlijk ook weer dat weer toepast in die Ecclesia. Bent u klaar om te leren vandaag? Halleluja. Halleluja. Voordat we daar naartoe gaan, het is een verhaal, u kent het allemaal. En Jezus die was op weg en hij had net een man die bezeten was van demonen, had hij net bevrijd. Hij had de demonen juist uitgejaagd en zijn discipelen waren met hem. En na het hele gebeuren, misschien heeft hij zelf ooit iemand bevrijd, dan weet hij, soms kan het best wel lang duren, voornamelijk als er veel demonen in zitten, of als die persoon een beetje weerstand biedt, dan kan het nogal best lang duren. Dus waarschijnlijk hebben die discipelen gedacht van, nou goed, Jezus, we zijn moe, kom, we gaan naar huis. Maar Jezus zei, nee, wacht, want er is nog een opdracht. En Jezus wist, er is een opdracht. Dus Jezus zegt tegen zijn discipelen, kom, stappen de boot in, we gaan naar de andere kant van het meer, want daar is een menigte van mensen. En Jezus had daar een aantal dingen te doen. Een menigte van mensen. De discipelen die zagen die mensen, maar Jezus zag een opdracht. En Jezus voelde, oké, dit is iets wat ik moet doen. Dit is iets waar ik juist naartoe moet gaan. Dit is iets waar ik een opdracht van heb gekregen van de Heer. En Jezus greep dat met beide handen aan. Terwijl zijn discipelen misschien dachten en zagen misschien een menigte. Zo staat het in de Bijbel ook beschreven als een menigte. Nou, laten we lezen Marcus 5. En ik wil eigenlijk beginnen vanaf vers 25. Daarvoor lezen wij allemaal over een heerser van een synagoge. En zijn naam is Jairus. En hij heeft een dochtertje die ernstig ziek was. Dus hij kwam naar Jezus en vroeg, Jezus, ja, kom met mij mee, genees mijn dochter. En Jezus zei, ja, is goed, ik ga wel mee. Maar onderweg, ondertussen, toen Jezus daar naartoe ging, naar die dochter, gebeurde er iets. En er was een vrouw daar en die vrouw die was al 12 jaar aan het bloeden. Laten we lezen, Marcus 5, 25 tot 34.
En een vrouw die 12 jaar aan bloedvloeien geleden had en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, had gehoord wat er van Jezus verteld werd. En zij kwam tussen de scharen en raakte van achter zijn kleed aan. Want, zij zeiden, indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam dat zij van haar kwaal genezen was. En Jezus bemerkte terstond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. En hij keerde zich om in de scharen en zeide, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare tegen u opdringt en gij zegt, wie heeft mij aangeraakt? En hij keek rondom om te zien wie dat gedaan had. De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor hem neder en zeide hem de volle waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Broers en zusters, vandaag gaan we hier eventjes op focussen. We gaan hier eventjes over nadenken. Alles wat Jezus heeft gedaan, maar wat gebeurt, maar in het bijzonder deze vrouw die 12 jaar aan het bloeden was. Weet u, ik was aan het lezen en ook vanochtend, toen dacht ik in één keer aan die man die uit de synagoge, die Jairus. En hij had een dochtertje, hij was leider van de synagoge. Een dochtertje had hij. En zijn dochtertje, die was ziek. Hij kwam naar Jezus. En er werd zoveel verteld over deze Jairus. In de Bijbel staat dat hij een leider was van de synagoge. Maar als we verder gaan, dan kijken we, wie is dan deze vrouw? Heeft zij een naam? Er staat geen naam. Wie is die vrouw? Er staat alleen maar dat zij een vrouw is die 12 jaar aan bloedvloeien leed. En eigenlijk iedere keer als we het over deze vrouw hebben, dan hebben we het over de 12 jaar bloedvloeiende vrouw. En als iemand zegt de 12 jaar bloedvloeiende vrouw, weet iedereen over wie we het hebben, over welk gedeelte van de Bijbel we hebben, over wat voor verhaal we het hebben. Maar broers en zusters, ik zat te denken, deze vrouw heeft nu een identiteit gekregen. Zij is een 12 jaar bloedvloeiende vrouw. Haar identiteit is gelabeld naar de problemen die zij had, die zij heeft. Zij heeft problemen en de hele wereld ziet haar nu als de vrouw van dat probleem. De vrouw van probleem nummer X. De vrouw van probleem nummer Z. Terwijl, misschien heeft die vrouw waarschijnlijk wel een naam. Maar we weten het niet. En er is, we kunnen ook eigenlijk niemand verwijten. Want er staat ook geen naam daar. Dus we weten ook, deze vrouw is de vrouw van de 12 jaar bloedvloeiende vrouw. Dat is de vrouw met het kwaal. Vrouw met het probleem. Maar ik dacht, broers en zusters, nu in deze tijd, dat wij juist bezig zijn met de Ecclesia. Dat wij juist bezig zijn met het bouwen van juist de kerk die Jezus Christus heeft bedoeld. Dat wij 2 aan 2 juist vooruit moeten gaan. En moeten gaan veroveren. Dan is 1 ding belangrijk dat wij moeten beseffen. Wie onze identiteit is en wie wij zijn in Christus. Amen. Amen. U moet beseffen wie u bent in Christus. Halleluja. Ik wil u vragen om te keren naar je broer of zuster naast u. En zeg met volle overtuiging, ik weet wie ik ben in Christus. Ik weet wie ik ben in Christus. Nou, ik vraag u niet zomaar om te liegen. U moet niet zomaar iets zeggen. Als u voelt van dat u niet weet wie u bent, dan mag je ook eerlijk zijn hoor. Dan mag je ook zeggen van ik weet het eigenlijk niet wie ik ben in Christus. Ik zou het wel graag willen weten. Maar als u ervan overtuigd bent, dan zegt u heel hard, ik weet wie ik ben in Christus. Halleluja, amen. Ik weet wie ik ben in Christus. En dat mag gezegd worden. Maar deze vrouw, er staat geen naam. En 1 ding wat zij wist, is zij is een vrouw die 12 jaar aan het bloeien was. En daarmee werd zij gelabeld. Nou, ik was dit aan het voorbereiden en ik dacht aan een gebeurtenis. Iets van mijn vroegere leven. En toevallig had ik het gedeeld van de week, of was het vorige week, ik weet niet meer. Een van de gebedsavonden die we hebben eigenlijk.
heb ik dat ook gedeeld met broer Ronnie toen ik met hem in gebed was. En ik dacht bij mezelf van ja, dit is eigenlijk wel een voorbeeld van hoe identiteit eigenlijk kan opgestapeld worden en gelabeld kan worden op jou als persoon. Want het moment dat wij naar buiten stappen in de wereld ziet ons graag naar onze problemen. De wereld labelt ons van iets wat zij zien, iets wat zij merken, iets wat significant is. Dan zeggen ze van, oh, dat is de persoon van puntje, puntje, puntje. Oh, die persoon heeft een blunder gemaakt toen. Oh, dat is die persoon van die dag. En weet je, ik zat eraan te denken en toen ik nog jonger was, eigenlijk was het nog voordat ik Christus had aangenomen als mijn persoonlijke redder. Toen ik ging van de basisschool, ik zat in de eerste jaar. Eerste klas en volgens mij was ik net 13, 14 jaar. En er gebeurde veel in mijn leven in die periode. Ik zat op een school, in Gemert was dat. En ik was de enige donkere jongen op de hele school. Dan moet je je voorstellen dat hij op ergens op school komt en je bent de enige uitzondering van de school. Nou, dat is al gelijk wat bijzonder. Je bent meteen bijzonder, toch? Je bent de enige uitzondering van de hele school. Ja, je bent donker. Je bent zwart. Ja. Ja, dus je kunt het op verschillende manieren opvatten. Je kan het zien van, wauw, ik ben bijzonder. Ja, maar op dat moment, ik zag het niet zo. Ik zag het niet zo. En de reden waarom is dat ik werd in die periode van mijn leven werd ik heel veel gediscrimineerd. Daar zaten heel veel, de hele school was vol met alleen maar blanken. En ja, ik was de enige donkere jongen eigenlijk op de hele school. Dus ze vonden het makkelijk van, oh, wacht even, we kunnen deze jongen goed pesten. Misschien kunnen we deze jongen wel eventjes bij zijn kiezen nemen. Dus vaak op school kreeg ik vaak woorden naar mijn hoofd geslingerd als vergeef mijn woorden, stront. En ja... Ja, poep. En Zwarte Piet kwam er ook wel eens voorbij. Dan dacht ik van, Zwarte Piet? Oké, whatever. Zwarte Piet is toch iemand die cadeautjes geeft? Maar oké, whatever. Oké, laat maar. Maar die dingen komen voorbij en voorbij en voorbij. En in eerste instantie deed het me niet zo heel erg veel. En ik dacht van, nou, het zal wel. Die mensen die sporen niet echt, weet je wel. Maar het ging maar door en het ging maar door en het ging maar door en het ging maar door. Eigenlijk dag in, dag uit. En zelfs tot momenten dat ik naar huis bijvoorbeeld fietste. En het bijzonder was, in Gemert, er was een school. En als je van Gemert naar Beekendonk moest, dan is er één pad, maar één weg, die jou leidt van Gemert naar Beekendonk. En er is maar één fietspad, die gaat van Gemert naar Beekendonk. Als je een ander fietspad wil nemen, dat kan wel. Maar dan moet je waarschijnlijk helemaal via Helmond omfietsen, zo terug. En dan moet je een rondje maken. Dan heb je hele marathon gefietst, dan ben je ook wel in Beekendonk. Maar weet je, dus in Beekendonk komen, is er maar één fietspad in Beekendonk. En die jongens die wisten dat ook. Dus wat vaak gebeurde is dat ze wisten van, oh, wacht even. We zijn uit. Oh, Jelwin is ook uit. Kom, we pakken de fiets. Dan gaan we staan op de fietspad. En dan wachten we tot Jelwin langs komt fietsen. En nou, ik fietste met mijn fietsje gewoon langs, weet je wel. Boekentas op mijn rug, heel zwaar. En dan kwam het vaak wel eens voor dat ik van mijn fiets af vertrapt werd. Fiets werd gesloopt. Ik had toen die tijd had ik nog een priel brilletje eigenlijk. Ja, die werd ook vaak van mijn hoofd afgeslagen gewoon. Ja. Maar waarom? Waarom? Omdat ik zwart was. Weet je, en dat was... En dat in die tijd geloofde ik in wat mij gelabeld werd. Ik geloofde in die identiteit die zij mij eigenlijk hadden gegeven. Van dat ik zwart was. En ik dacht bij mezelf, oh, misschien, als ik kijk naar mijn zussen of de rest van mijn familie, ben ik eigenlijk de donkerste. Dus dan begin je na te denken van, oh, ja, ik ben inderdaad zwart. Ja, mijn zussen zijn licht, mijn moeder is licht, mijn vader, die is dan iets donkerder. Maar ik ben toch wel veel donkerder dan mijn vader. Oh, dat klopt iets niet. Dat klopt iets niet. Oh, daar staat hij achterin. Ik hoop dat jullie hem kunnen zien met het muur zo verschil, maar anyway. Maar op een gegeven moment begin je na te denken en dan denk je van ja, het klopt wat ze zeggen. Het klopt wat al die mensen daar eigenlijk op de straat roepen. Jij bent maar poep. Je bent niks waard. Je bent zwaard. Ga terug naar je eigen land. Serieus, ik weet niet welk land ik zou moeten gaan. Als ik naar Suriname ga, dan zeggen ze dat ik hier in Nederland hoor. En als ik hier in Nederland ben en ik wil, dan zeggen ze dat ik naar mij. Dus ik heb zoiets van, oké, waar kom ik dan vandaan? Weet je wel? En dat soort dingen gebeuren er continu.
En ooit, om het nog erger te maken, ooit kwam ik thuis en dan was het, ja, uiteraard, mijn bril was kapot weer, mijn fiets was kapot. En dan werden mijn ouders ook boos. Ja, hoe is je bril nou weer kapot? En dan had ik zoiets van, ja, heb ik weer, dat heb ik weer gedaan. Of heb ik weer iets gedaan. En ja, mijn vader, hij zit hier nou achter, maar hij zei vroeger ook, kwam er ook wel iets voorbij van, ja, waarom sla je niet gewoon terug? Je bent toch geen mietje? Je bent toch geen mietje, waarom sta je niet gewoon terug? En op een gegeven moment, ja, die dingen beginnen te dagen en het gaat maar door. En dan begin je te denken. En dan denk je van, hey, is dit wie ik ben als persoon? Is dit, ja, mijn identiteit? En je begint te twijfelen aan jezelf. En er gebeuren eigenlijk heel veel dingen die je eigenlijk, waar ik eigenlijk van kan zien, dat ook eigenlijk op een of andere manier toch wel ook past bij deze vrouw. Maar het gaat niet om de woorden die gesproken worden. Wat belangrijk hier is, en wat ik heb ook geleerd, is dat het gaat om de woorden waarin je gelooft. Het heeft niks te maken met wat er gezegd wordt, welke woorden er gesproken worden. Het heeft alles te maken met welke woorden geloof jij. Welke woorden neem jij aan. En op dat moment, die woorden die gesproken werden, dat waren woorden die ik persoonlijk nam en die ik geloofde voor mijzelf. Totdat ik Jezus leerde kennen uiteraard. En hij mij een heel nieuwe identiteit heeft gegeven. En dat waren op dat moment de woorden waarin ik geloofde. En mijn leven maakte een totale ommekeer. Een totale ommekeer. En ja, voordat ik... ik wil het toch wel even met u lezen. Laten we even lezen op Psalm 8. En ik wil graag met u gaan naar vers... Doe maar vers 3. Oh ja. Psalm 8 vers 3 staat, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterke gegrondvest. Uw tegenstanders ten spijt om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Vers 4. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Halleluja. Toch, ja, laten we verder gaan. Vers 6 zegt, toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Vers 7 zegt, gij doet hem heersen over de werken uw hand, alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Dit waren de woorden toen ik eigenlijk voor de eerste keer echt een aanraking had met mijn redder, met Jezus Christus. En ik kan me nog goed herinneren, ik lag op mijn bed en ik pakte mijn Bijbel, ik deed mijn Bijbel open. En op dat moment, ik had eigenlijk nog geen Bijbel, maar ik ging zoeken naar een Bijbel. Niemand had een Bijbel, dus ik bel mijn nicht op, dochter van Tante Gladys, ik zag haar hier net. Maar ik bel mijn nicht op, ik zeg, hey, heb je een Bijbel voor mij? Ja, ja, zegt zij. Oh, ik kan me wel even brengen. Dus diezelfde dag bracht ze mij een Bijbel. En ik was zo hongerig en zo dorstig, ik dacht van, ja, ik moet iets. Dus ik lag in bed en ik las deze woorden. En ik las dat God mij eigenlijk een identiteit had gegeven. En God zei tegen mij, jij bent mijn zoon. En alles wat onze God heeft gemaakt. Alles, zijn werken, de sterren en de aarde, de planeet. Ik was altijd als jong, was ik altijd al zeer bewonderd over de natuur en over de schepping en over alles wat daar rond speelde. En hier zegt hij, alles wat ik heb geschapen, jij bent de kroon van mijn schepping. Jij bent de kroon van mijn schepping. U bent de kroon van zijn schepping, broers en zusters. U bent de kroon van zijn schepping. En daarna zegt hij ook nog, ik heb jou een plaats gegeven vlak onder mijzelf. Vlak onder God zelf. Niemand anders, maar u alleen. U alleen. En ik herinner me dat moment, tranen begonnen over mijn wangen te rollen en ik voelde echt de kracht van de Heilige Geest. Dus ik ging als een gek op zoek naar een gemeente. We kwamen net eigenlijk van een kerk af. Ik was nog niet bekeerd, maar ik ging al 3 jaar naar de kerk. Maar ik was nog steeds niet bekeerd. We kwamen net van een kerk af en ik ging als een gek op zoek naar een nieuwe gemeente. Dus ik bel mijn tante op. Ja, heb je al een kerk gevonden? Ja, ik heb wel een kerk, maar die heet Hermon. Ik weet niet, ik ga daar zondag naartoe. Ga je mee? Ik zei, ja, oké, is goed, ik ga mee. Ik pakte mijn fietsje. Die tijd was het nog in Aarlixel, dus ik op mijn fiets naar Aarlixel fietsen. Bekendonk Aarlixel is een kwartier voor de mensen die wat topografisch zijn aangelegd. Dus ik fietsen. Ik kom daar in Aarlixel en zo ben ik eigenlijk een beetje zo beland in Hermon.
Maar broers en zusters, weet u, ik heb geleerd dat wij moeten kiezen. Dat wij een keuze hebben. In het leven zijn er heel veel dingen die gezegd worden, heel veel dingen die geroepen worden, maar er is een keuze. En je moet ergens voor kiezen. En als u kiest en gelooft in de woorden die gesproken worden, dan neemt dat een nieuwe identiteit voor u als persoon. Voor u als persoon. Als je daarvoor kiest, zegt ja, dat wil ik geloven, daar wil ik voor gaan, dan is dat de nieuwe identiteit die de Heer u heeft gegeven. Zie je, Jezus geeft ons allemaal een opdracht. En hij verlangt van ons, eigenlijk allemaal, iedereen van ons, dat wij eigenlijk uitstappen, dat wij zijn werk gaan volbrengen. Maar vaak gelooft u misschien de woorden niet die Jezus zegt, en denk je van, ja, nou, ik ben het niet waard hoor. Oh ja, nou, ik kan dit niet. Ik denk dat het toch iemand anders moet zijn. Nee, zijn dat de woorden die misschien in het verleden over je zijn gesproken? Laten we dat vandaag achterlaten. Laten we dat vandaag achterlaten. Terug naar die vrouw. 12 jaar was zij aan het bloeden. En in die tijd, u moet je voorstellen, het was nog wel een oud-wettische tijd in die periode. En deze vrouw was al 12 jaar aan het bloeden. En als de vrouwen hun maandelijkse periode daar was, en dan waren ze onrein. Betekent dus dat zij geïsoleerd moesten worden. Dus zij moesten 7 dagen eigenlijk worden geïsoleerd. Zij mochten niet komen bij de mensen in de buurt. Totdat ze eigenlijk weer rein waren. Totdat de bloedingen gestopt waren. Dan mochten zij weer eigenlijk in de maatschappij rollen. En op het moment dat zij dus onrein waren. Dat zij de maandelijkse periode eigenlijk hadden op dat moment. Als zij eigenlijk ergens naartoe zouden komen en ze zouden iemand aanraken. Dan wordt die persoon ook onrein. Als zij op een stoel zitten en iemand anders gaat daarna op die stoel zitten, dan is die persoon nog ook in een keer onrein. Liggen zij in een bed en de andere persoon ligt daarnaast ook in bed, dan zijn zij ook opeens onrein. En je moet je voorstellen dat normaal gesproken 7 dagen is. Dat een vrouw apart wordt gezet totdat zij weer eigenlijk de bloeding is gestopt, doordat zij weer rein is. Maar deze vrouw, die bloedt voor 12 jaar lang. Zij heeft absoluut geen verlangen meer om überhaupt nog bij de mensen in de buurt te komen. Zij weet wat er gezegd wordt over haar. Ah, ga niet bij die vrouw in de buurt, want ze is onrein. Oh, pas op, die vrouw komt er weer aan, ze is onrein. Die vrouw die durft op een gegeven moment niet eens meer bij de mensen in de buurt te komen, want zij weet dat zij al 12 jaar lang aan het bloeden is. Voor 12 jaar lang heeft zij zelf geïsoleerd, heeft zij zichzelf opgesloten, heeft zij zichzelf juist weggebracht van de mensen, omdat zij wist dat zij eigenlijk niet bij de mensen in de buurt kunnen komen, omdat zij iets zullen zeggen tegen haar, dat deze mevrouw onrein is. Hele leven heeft ze geleefd in het ontwijken van de mensen om haar heen. Hele leven lang ontwijken van de mensen om haar heen. En ziet u, nu komt het dat wij lezen in Markus 5 en we lezen over deze vrouw. Zij hoorde een gerucht. Ze hoorde over dat Jezus zou komen. En ze had allemaal dingen gehoord. Deze man die doet wonderen. En hij doet bijzondere dingen. Hij geneest mensen. En zij dacht, oh, dit is misschien mijn kans. Dit is misschien mijn kans. Al die doktoren die kunnen niks doen. Mijn geld ben ik kwijt. En het heeft me alleen maar erger gemaakt. Maar Jezus is hier. En ik heb gehoord dat Jezus bijzondere dingen kan doen. Dus dit is mijn kans, dacht zij. En zij ging juist, ze ging naar buiten. Ze ging Jezus opzoeken. En ziet u hier juist hetgene wat haar grootste angst was. Hetgene wat haar eigenlijk belemmerde haar hele leven lang. Dat is eigenlijk de obstakel geworden waar zij overheen had moeten stappen om bij Jezus te komen. Amen. Je moet je voorstellen, deze vrouw komt hier, Jezus staat daar. Pardon. Oh, en misschien raakt ze iemand aan per ongeluk. Oh, die persoon is onrein geworden. Oh, die persoon is onrein. Maar deze mevrouw heeft allang deze stemmen in haar hoofd, heeft zij allang gedoofd. Omdat zij een doel had. Zij dacht, ik moet bij Jezus komen. Dit is de man die mijn identiteit kan veranderen. Dit is de man die mij kan genezen in mijn hart. Ik moet bij Jezus komen. Hoe kom ik bij Jezus? Juist door de mensen heen, door de menigte, door de mensen die eigenlijk mij 12 jaar lang onrein hebben geroepen. De mensen waarvoor ik me schaam, de mensen waarbij ik niet in de buurt wil komen.
daar moet ik juist doorheen stappen vandaag. Om bij Jezus te komen. En vandaag, misschien is er iemand van u hier die hier zit. Er is iets in uw leven waarvan u denkt van, oké, Jezus roept u. Maar er is iets waar u overheen moet stappen. Iets waar u juist doorheen moet gaan. Om een nieuwe en frisse aanraking te ontvangen van Jezus Christus. En het bijzondere is, vers 34 lezen wij. Heeft u, ja, MBG? Ja. En die mevrouw die kroop tussen de menigte door. En zij dacht van, oké, als ik Jezus maar even kan aanraken. Misschien alleen maar een puntje van zijn kleed. Want in haar hoofd heeft ze nog steeds de gedachte, als ik Jezus aanraak, wordt hij dadelijk ook onrein. Oh, misschien als ik maar gewoon alleen een puntje van zijn kleed aanraak. Nou, misschien zal dat genoeg zijn om genezen te worden. Dus zij raakt een puntje van zijn kleed aan. En terstond is zij genezen. Plotseling is zij genezen. Jezus zegt, wie heeft mij aangeraakt? De discipelen zegt, Jezus, serieus. Er zijn zoveel mensen hier om u heen. En dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Hallo, niemand heeft u aangeraakt. We zijn op weg naar Jairus. Kom op, laten we gaan. Maar Jezus zegt, nee, iemand heeft mij aangeraakt. Ik voel dat de kracht uit mij is gegaan. Iemand heeft mij aangeraakt. En die mevrouw die stond daar, bevende, helemaal bang. Van, hey, wist niet wat er zou gebeuren. Maar die vrouw die vertelt het hele verhaal. En zij zegt, wat er is gebeurd. 12 jaar lang dat zij bloedde. En wat is het eerste wat Jezus doet? Jezus draait om en zegt tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ziet u op het moment dat deze vrouw radeloos was, ze had geen identiteit meer, ze wist niet wat ze moest doen. Jezus kwam daar en Jezus gaf haar een nieuwe identiteit. Een nieuwe identiteit. Broers en zusters. Jezus kwam daar en Jezus veranderde alles. Maar dat is niet alles. Dat is het niet alleen. Als we verder lezen, dan staat daar, ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. En misschien zullen we denken van, oh, Jezus die zou wel misschien zo heel barmhartig zijn geweest. Deze vrouw in haar armen hebben genomen en hebben gezegd van, oh, dochter, het is genoeg. 12 jaar heb jij gebloed, het is vandaag genoeg. Nee, maar Jezus geeft direct een opdracht. Wat zegt Jezus? Jezus zegt, ga heen. Hey, Jezus heeft vandaag ook ons een opdracht gegeven, broers en zusters. We weten het allemaal, Matthäus 28, vers 19. Ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Doop ze in de naam van de... Amen. Welke opdracht hebben wij gekregen? Ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is wat Jezus heeft gezegd. Dat is wat Jezus ons als opdracht heeft gegeven. Wij moeten juist nu uitstappen, wij moeten heen gaan. Maar broers en zusters, ik wil jullie vandaag vertellen, laat er niets zijn, niets op uw pad zijn, niets in uw weg zijn, niets vanuit uw vroegere leven, niets vanuit uw verleden, geen enkele ketting die u tegenhoudt om het werk van God te doen. Hoe doet hij het werk van God? Verschillende manieren. Wij moeten juist gaan. Wij moeten gaan onder de mensen. Wij moeten gaan. Wij moeten het woord verkondigen. We moeten het evangelie brengen. Het goede nieuws moeten wij gaan vertellen. Wij moeten vertellen wie Jezus is. Dit is een opdracht die God ons heeft gegeven. Een opdracht die God ons heeft gegeven. Zie je, Jezus wist op het moment dat hij daar naartoe ging, dat hij een opdracht had. Er is een, nadat hij kwam van die man die helemaal bezeten was, dachten zijn discipelen, oh, misschien kunnen we naar huis gaan. We zijn moe van heel die bevrijdingsdienst daar in de bergen. Oké, laten we maar naar huis gaan, Jezus. Jezus zegt, nee, we gaan niet naar huis. We gaan niet naar huis. Want we hebben nog een opdracht, dacht Jezus. We gaan aan de andere kant van het meer, want daar is een menigte mensen. Terwijl de discipelen alleen zagen dat er een menigte was, zag Jezus een opdracht. En die opdracht heeft een naam. En iedere opdracht heeft een naam, broers en zusters. Iedere opdracht heeft een naam. En Jezus wist al van tevoren, de opdracht die hij zou krijgen had 2 namen. Het waren 2 dochters. De ene dochter was die van Jairus. De andere dochter was deze dochter van de 12 jaar bloeiende vrouw. Dat was zijn opdracht. En hij wist, oké, ik moet iets gaan doen vandaag. Ik moet iets gaan doen nu.
Weet u, ik was afgelopen week ben ik ook 2 keer naar de TU Technische Universiteit geweest. Juist om te gaan evangeliseren. En de week, 2 weken daarvoor zijn we ook geweest samen met Pastor Dios. En we hadden een tafeltje meegenomen. Wat koffie en thee meegenomen. En we gingen daar gewoon staan. We gingen gewoon staan op een fietspad, op een drukke route waar mensen voorbij kwamen lopen. En we vroegen, koffie of thee? Zin in koffie of thee? Het was koud buiten. Dus ja, sommige mensen dachten van, ja goed, ik wil wel koffie en thee, lekker warm. Dus ze stonden bij ons aan de tafel en we begonnen te praten. En die mensen dachten van, waarom doen jullie dit? Waarom geven jullie ons koffie en thee? Waarom geven jullie ons koffie en thee? Maar dat was voor ons juist de input om iets te kunnen vertellen over het evangelie. Dat was voor ons juist de kans om die mensen te vertellen van wie Jezus is. Waarom wij juist deze liefde kunnen delen. Waarom wij dit doen. En ik was afgelopen week op de TU ook. En we kwamen veel mensen tegen. Nou, voor mij, ik ben daar vaak, heel vaak langs gelopen. Maar tot op kort heb ik juist nu ontvangen dat ieder moment dat ik daar langs loop, ieder moment dat ik buiten ben en is dus een menigte mensen, dan probeer ik die mensen niet te zien als een menigte, als een groep mensen. Maar ik probeer te zoeken, wat is de opdracht die God mij heeft gegeven vandaag in deze menigte? Er zullen vast wel misschien 1 of 2 personen zijn die ik ook vandaag weer kan benaderen. Misschien 1 of 2 personen zijn die iets moeten ontvangen van Jezus Christus. God heeft ons een opdracht gegeven, broers en zusters. God heeft ons een opdracht gegeven. Op de TU zijn er heel veel jongeren, ook die nu internationale studenten ook, die nu tijdens kerst, voornamelijk tijdens kerst, helemaal niks te doen hebben. En ze voelen van, ik heb ze gevraagd, van ik heb ze uitgenodigd voor onze diensten, ik heb ze uitgenodigd voor crossover. Ik zeg, het is een geweldige internationale community eigenlijk. Kunnen jullie naartoe komen? Het is gezellig bij elkaar. Ze vonden het allemaal heel prachtig, heel mooi. Want iedereen wil natuurlijk juist nog meer vrienden maken. Ze willen juist nog meer gaan netwerken. Dus we vinden het allemaal geweldig. Zeg je, nou kom dan. Dus opeens, Heilige Geest gaf mij om hen te vragen of ze iets doen met kerst. Dus ik vroeg ze, hebben jullie iets te doen met kerst? Nee, zeggen de meesten. 99% van al die studenten die we hebben ontmoet, die zeggen allemaal nee. Enkele zeggen van ja, ik vlieg terug naar mijn land, want ik ga mijn ouders ontmoeten met kerst en dan ben ik bij hen. Maar de rest die zegt van nee, ik heb niks te doen, ja, geen plannen. En ik kan me inbeelden en indenken dat hun Nederlandse vrienden waarschijnlijk allemaal bij hun eigen familie zijn, of hun eigen vrienden zijn, en ze doen allemaal iets met kerst. En alle internationale studenten zitten hier in Nederland en die denken van, ik heb niks te doen. Dus ik heb deze gezegd, jongens, we hebben morgen, maandag 25 december, hebben wij ook een kerstdienst. Dus jullie mogen komen. Daarna ook nog eens om 6 uur hebben wij een kerstdiner. Dus jullie kunnen komen, jullie schrijven je in voor de kerstdiner. Het is gratis, jullie mogen gewoon eten, jullie mogen je buik rond eten. En meteen waren ze heel enthousiast. Oh, echt waar? Echt waar? Ja! Echt waar, zeggen ze. Zeg tegen die vriend, ga je mee? Ja, ik heb niks te doen. Kom, we gaan. Dus nu nog even afwachten. Ik heb het al doorgegeven bij de keuken. Ze hebben nog geen melding ontvangen online. Maar ze zeiden van, ja, als dadelijk al die studenten komen binnenwandelen, dan moeten we wel voorbereid zijn op veel voedsel. Dus broers en zusters, u zelf ook, bereid u zelf voor op veel dingen. Op al deze studenten die u waarschijnlijk ook zullen komen. Maar mijn punt is dit. God heeft ons een opdracht gegeven. En wij moeten onze mindset nu gaan veranderen. Wij moeten onze manier van zien, moeten wij juist nu omzetten. En de dingen die wij zien als een menigte, moeten wij nu gaan zien als een naam. Er is een persoon in die menigte. En God heeft bedoeld dat u deze persoon vandaag zult ontmoeten. Ja, er is een naam. Er is een persoon in deze menigte. En denk niet, absoluut denk niet, dat u daar niet voor geschikt bent. God zal ons niet roepen als hij wist dat wij het niet kunnen. Als hij wist dat wij daar niet voor geschikt zijn. Maar God zegt, iedereen is waardig. Iedereen is daarvoor geschikt. En u allemaal bent daarvoor geschikt. Zeg tegen je broer of zuster naast u, ik ben ervoor geschikt. Ja, zeg het nog een keer. Ik wil dat u het zegt met overtuiging. Zeg, ik ben daarvoor geschikt. Ik ben daarvoor geschikt.
Amen. U bent ervoor geschikt. God heeft u geroepen. God heeft u geroepen om het werk te volbrengen. Om juist iets te doen. Maar wij moeten niet gaan bij de pakken neer gaan zitten en gaan denken van, oh, ja, weet je, ik ben eigenlijk maar zwart. Ja, wat kan ik nou? Ik ben een zwarte Piet. Het enige wat ik kan is pepernoten gooien. Ja. Dat is niet de identiteit die God u heeft gegeven. God heeft u geroepen om zijn werk te doen, broers en zusters. En u bent daarvoor geschikt. U bent daarvoor geschikt. Dus nu is het tijd dat wij juist moeten gaan uitstappen. Nu is het tijd dat wij juist actie moeten gaan ondernemen om daar de poorten te overwinnen. Om juist de mensen te roepen en te brengen juist naar het koninkrijk van de hemel. Dit is onze tijd. Dit is uw tijd. Dit is uw actie die u zou moeten ondernemen. En onthoud, God noemt u uw kind. Net zoals die 12 jaar bloeiende vrouw. God zegt, mijn dochter, ga heen. Ga heen, zegt hij. Ik wil nog iets anders met u lezen. Ik wil even snel naar Matteüs gaan. Vandaag wil ik lezen uit, ik wil een stuk lezen uit Matteüs 16. En ik was het stuk over de Ecclesia aan het bestuderen. En ook het boek natuurlijk van de Ecclesia dat we hebben. En ik dacht bij mezelf van wauw, hoe prachtig is dat? Als we teruggaan naar de geschiedenis, dan leren we eigenlijk veel over hoe het Romeinse Rijk dingen deden in de vroegere tijd. En de Romeinse Rijk, is nog steeds op de dag van vandaag, is het eigenlijk een bijzondere gebeurtenis in de gehele geschiedenis van de aarde. Zij waren een groot en machtig rijk en ze hadden een groot en machtig leger. En overal waar zij gingen, veroverden zij steden, ze veroverden dorpen, ze veroverden landen en gehele gebieden, namen zij juist tot hun. En ze adopteerden dat in hun koninkrijk. En weet je, ik heb geleerd dat vroeger, bij het Romeinse Rijk, stuurde het Romeinse Rijk mensen uit. 2 en 2. En deze 2 die gingen uit en die gingen naar het territorium van de vijand. En ze kwamen daar aan het territorium van de vijand. Ze klopten op de deur. Tok, tok, tok. Ja, wie is daar? Doe de deur open. Wij zijn vertegenwoordigers van het Koninkrijk van Rome. En als de mensen de poorten niet opendeden, dan hadden zij een heel leger achter hun staan van het Koninkrijk van Rome, die eigenlijk gewoon zo de poorten zouden bestormen. En dan het hele kasteel juist gingen belegeren en alles veroverden. En als de mensen dan toch wel dachten van, oei, het Koninkrijk van Rome staat aan de deur. Nou, laten wij maar de deur open doen, hoor, want we willen niet tegen het Koninkrijk van Rome vechten. Deze deur open en dan kwam het Koninkrijk van Rome juist op dat moment binnen. En Jezus gaf dit als voorbeeld. En hij zegt juist, ik zal mijn kerk bouwen. Matteüs 16 kunnen wij lezen. Matteüs 16, vers 18, sorry. Vers 18. Ja, Jezus zegt, en ik zeg u dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Weet u, en ik heb dit vaak gelezen. En iedere keer heb ik gedacht van, oh, het was een beetje vreemd voor mij. Hoe bedoelt God met de poorten van het dodenrijk zullen jullie niet overweldigen? En ik dacht, in eerste instantie dacht ik van, zullen die poorten op een of andere manier dan naar mij toe komen of zo? En ja, als ze dan gaan vallen of zo, gaan ze mij niet overweldigen? Of hoe moet ik dat juist zien? Maar Jezus zegt, ik bouw mijn gemeente. Hij is bezig om zijn kerk te bouwen. En de kerk die hij bouwt, die maakt hij groter en maakt hij groter en maakt hij groter. En overal waar er een grens zit, zoals de zuster zei, overal waar er een grens zit, daar zegt juist God. Deze poorten van de grens, de poorten van het dodenrijk, die zullen jou niet overweldigen. Waarom? Waarom? Kunnen wij verder lezen? Vers 19. Want ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemelen.
Geen enkele poort, geen enkele grens waar wij tegenaan zullen stuiten, broeders en zusters, zal ons kunnen overweldigen, zal ons kunnen tegenhouden. Maar wij hebben de sleutels gekregen van het Koninkrijk der Hemelen om deze poorten te openen en juist binnen te treden. En ieder moment als het Romeinse Rijk juist binnenkwam, dan gingen ze het goede nieuws vertellen. Zij gingen evangeliseren. En wat brachten zij? Zij vertelden over het Koninkrijk van Rome. En zij vertelden de burgers, weet u, Rome is dit, Rome is zus. Als u bij ons aansluit, dan mag u genieten van alle rijkdom van Rome. En dan wordt u ook een burger van Rome. En de mensen stonden op straat daar. Ze gingen vertellen over wat Rome allemaal had gedaan, wie Rome is. Maar dit is wat Jezus aan ons vraagt. Als hij zegt, ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Dan zegt hij letterlijk, ga heen. En open de poorten van het dodenrijk. Open de poorten. Ga heen. Verkondig het evangelie. En vertel juist over het koninkrijk van de wat? Van de hemel. Niet over het koninkrijk van Rome. We gaan niet vertellen over het koninkrijk van Rome. Maar wij vertellen juist over het koninkrijk van de hemel. En dat is wat Jezus voor ons voor heeft geroepen, broers en zusters. Juist dat wij uitgaan. 2 aan 2. Dat u juist versterking vindt met uw broeder of zuster naast u. Dat u voelt van, oké, mijn broeder of zuster, ik kan het, we kunnen het samen doen. We gaan naar de poorten, we kloppen op de muur, we kloppen op de poorten. We zeggen, doe open, want het koninkrijk van de hemel is hier. Amen. Wij moeten het koninkrijk van de hemel brengen, broers en zusters. Weet u, ik zit nu opeens te denken aan de crossover. En een van de dingen die wij in crossover doen. We hebben een visie. En de visie die zegt, to introduce God to the people. Dus wij moeten God juist introduceren naar de mensen toe. Ik wil alvast het worship team vragen om te komen. Wij zeggen, to introduce God to the people. Mensen, het God juist introduceren naar de mensen. En de reden waarvoor wij dit hebben gedaan, is dat omdat wij weten dat juist van onze generatie de mensen niet weten wie God is. Ze kennen Jezus niet. Ze weten niet wie hij is. Dus wie zijn wij? Wij zijn degene die juist moeten gaan vertellen over Jezus Christus. Dus to introduce God to the people. Voor hun om juist daarna getransformeerd te worden en weer uitgezonden te kunnen worden in de maatschappij. Wij moeten juist God introduceren. Dat is onze opdracht. Dit is wat wij moeten nemen als onze identiteit. God introduceren naar de mensen toe. Met onze levensstijl, met onze woorden, met onze handelingen, met onze daden. In alles wat wij doen, wij moeten God introduceren naar de mensen toe. Amen. Broers en zusters, ik wil u vragen om te gaan staan samen met mij. En we leren vandaag veel. We weten dat God ons geroepen heeft om zijn werk te doen. En God wil iets bijzonders doen door uw leven. En ieder moment als u zegt van ja, ik ben hier, als u zelf overgeeft aan God, dan gebruikt hij dat wat u aan hem heeft gegeven, juist om zijn werk te doen. Juist om het werk van God juist te gaan volbrengen. Dus broers en zusters, ook vandaag, als wij nu weten dat wij geroepen zijn voor één taak, voor één opdracht, om het werk te volbrengen dat de Heer voor ons heeft gedaan. Wij het koninkrijk van de hemel juist moeten gaan brengen, broers en zusters. Ik heb op mijn hart dat wij vandaag een nieuwe beslissing nemen, een nieuw besluit nemen, zeggen ja, Heere, hier ben ik. We geven onszelf over aan uw handen, zodat u kunt doen, ons kunt gebruiken voor uw machtig werk. Dat u ons juist kunt inzetten voor de dingen die u wilt gaan doen,